Poel die was vanmorgen al heel vroeg in de weer. Samen met deze man, u herkent hem ongetwijfeld, zijn wereldberoemde schoonvader Remo Poulidor. De eeuwige tweede die kijkt met heel veel plezier naar de echte winnaars die zijn kleinzonen Mathieu en David van der Poel toch wel blijken te zijn. Monsieur Poulidor, combien vous aimez le cyclocross? Oui, j'aime bien le cyclocross. Et puis tous les ans, là, pour les périodes de fin d'année, je viens voir courir mes petits-fils qui se défendent très très bien en cyclocross. Je viens les encourager. Puis je suis toujours l'activité cyclisme de très près. Ja, hij houdt dus van het veldrijden, zegt hij. Hij komt elk jaar rond de jaarwisseling zijn kleinzonen aanmoedigen. Vroeger zijn schoonzoon en zijn kleinzonen die het heel goed doen. Hij volgt het echt wel op de voet. Hij ziet zijn jongste kleinzoon hier, Mathieu, in ieder geval goed vertrekken bij de nieuwelingen. Al bij de eerste ronde heeft hij een 50-tal meter voorsprong op de rest. Vader en grootvader genieten. Wanneer ben je tevreden vandaag? Maar ik ben in principe altijd tevreden. Winnen of niet winnen, mij belangrijk is inzet. En als er die is, ik bedoel, mijn vrouw en ik, wij hebben ook heel de week inzet. Al is maar met de was en de fietsen in orde te maken. Dus het minste wat ze terug kunnen doen is inzet op het parcours. En die inzet die is er alleszins in overvloed. Mathieu die rijdt zonder problemen naar zijn 14e overwinning op 18 wedstrijden. Maar Adrie die ziet Mathieu niet winnend over de streep komen, want de vader is ondertussen al bezig met de voorbereidingen voor de 3 jaar oudere broer David bij de junioren. Al 4 keer dit seizoen hebben ze een dubbelslag geslagen. Mathieu die bij de nieuwelingen wint, David bij de junioren. Hoeveel herken je van jezelf in je zonen? Well, vooral van hem het karakter. En ja, bij de anderen is dat vooral die, daar herken ik heel weinig van. Die is heel rustig. Zit heel, vind ik zelf heel mooi op zijn fiets. Heel goed op zijn fiets. Ja, dat is gewoon, zowel David als Matjes zijn 2 tegenpolen. Maar ja, zoals in elke familie, ze kunnen elkaar niet missen. En af en toe trekken ze daar uit de hoofd natuurlijk. Kijk, dit is de juniorenwedstrijd met David van der Poel. Die in het begin de koers hard probeert te maken. En probeert weg te lopen en fietsen van de rest. Maar dat lukt niet zo meteen. Het valt stil. En daar profiteert een ander Nederlander, Gert-Jan Bosman, van om op kouse voeten weg te raken. Dat lukt eventjes. Slechts eventjes. Want daar komt al weer een andere aanval. En nog eens een Nederlander. Het is Mike Teunissen. Teunissen, de leider in de superprestige. Hij heeft nog geen 1 cross gewonnen, maar is wel leider. Hij neemt voorsprong op deze Van der Poel. Die het gezelschap heeft van Poppel. Toen je 10 jaar geleden stopte, had je toen gedacht dat je hier opnieuw elk weekend in de materiaalpost ging staan? Nee, dat had ik zelfs 3 jaar geleden nog niet gedacht. Ik bedoel, ik kon alle twee goed voetballen. En de jongste wist ik wel, die zijn hart lag ook bij het fietsen. En bij de oudste is dat in 1 keer gekomen, want die zei pas, dit is pas zijn 2e winter dat hij eigenlijk serieus doet. Dus ja, van de andere kant denk ik van ja, nou ja, het is beter als ze dit doen dan wat anders. Hier is Mike Teunissen. Comfortabele voorsprong heeft hij daar vanachter in de bocht. Komen dus Van der Poel en Van Poppel. Maar Van Poppel rijdt weg van Van der Poel, die het gezelschap gekregen heeft van Laurens Sweek. Sweek goed bezig. En dit is Dieter Sweek, de broer. Die heeft pech en die moet hier eigenlijk heel voorzichtig zijn om heel huids aan de finish te raken. Het is niet altijd evident crossen. Ook materiaalproblemen voor Teunissen aan de kop van de koers. En daar uit de bocht komt al Van Poppel. Die sleurt zich naar boven. Die ziet dat Teunissen pech heeft. Nog 1 ronde te gaan. Het kan nog hoor. Het kan nog. Maar Van Poppel die zit ook wel door zijn beste krachten heen. En de lengte van dit voetbalveld zal hij niet meer overbruggen. Integendeel, hij krijgt net voor de finish nog het gezelschap van David van der Poel. Die is heel verstandig. Die loopt en die loopt zo voorbij Van Poppel en gaat zo op nog die 2e plaats pakken in de uitslag. Maar dan moet hij wel recht blijven natuurlijk. Van der Poel op de grond en dan is het over en uit. Dit is wel de gelukkige Mike Teunissen die eindelijk een superprestige cross wint voor Van Poppel. En Van der Poel is 3e in de uitslag. In de tussenstand vergroot Teunissen zijn voorsprong. Hij had er 3 op Van der Poel. Nu heeft hij 5 punten voorsprong. Er is nog niks gezegd. Er kan nog veel gebeuren. Bij de beloften is het in de tussenstand iets minder spannend. Tom Meeuwissen heeft al 15 punten voorsprong op Jim Arnouts. En al 32 punten op Van Compernolle en Van Empel. Hier is de start van de koers. Er zijn er die lopen zoals Boulot en er zijn er die fietsen zoals Meeuwissen. Kijk eens, Meeuwissen die rijdt hier op zijn dode gemak al na 2 bochten weg van de rest. Het gaat allemaal zo makkelijk, maar
Een beetje overmoedig misschien. Alles komt weer bijeen en dan gaat Szczepaniak, Kasper Szczepaniak, de kampioen van Polen. Goed gemotiveerd, want hij heeft een contract getekend bij Fidea. Vanaf 1 januari rijdt deze Pool bij Fidea. Hij wil het wat laten zien, hij wil winnen, maar dan moet hij wel afrekenen met Meuse die hier achtervolgt. Met Jim Arnouts, met de Pool Konwa, een andere Pool. Meuse die over balkjes rijdt, indrukwekkend en zo terugkomt tot bij Szczepaniak. Kijk eens, we hebben het zagen net bij de juniores. Lopen gaat soms toch wel sneller dan fietsen. Twee leiders dus, Tom Meuse en Kasper Szczepaniak. Daar komen er nog twee, Van Kompernolle en Jim Arnouts. En Van Kompernolle indrukwekkend hoor, hoe hij terugkomt en gaat meteen naar de kop. Een beetje overmoedig misschien toch wel. Want wanneer Szczepaniak daarna nog eens versnelt, moet Van Kompernolle eraf. Arnouts moest er al eerder af. En Van Kompernolle zal er definitief af moeten. En later het gezelschap nog moeten dulden van deze mannen. De nieuwe laren Konwa, de teruggevallen Arnouts, Van der Haar en Lubomir Petrus. Dat zijn de verdere achtervolgers. Hier is Tom Meuse. Kijk eens, hij vermaakt het publiek over de balkjes. Hij rijdt alleen. Waar is Szczepaniak dan? Die zit niet achter hem. Nee hoor. Szczepaniak rijdt daar in de verte voor Tom Meuse uit. Is duidelijk de sterkste man in koers. En gaat hier zo zijn eerste grote koers winnen. 19 seconden voorsprong heeft hij in de op 1A laatste ronde. Maar Meuse is een vechter. Kijk eens. 10 seconden bedraagt de kloof bij het ingaan van de laatste ronde. 10 seconden en hij wordt serieus aangemoedigd. We zijn hier al dicht tegen het einde. Kijk eens hoe Meuse in die afdaling risico's neemt. Szczepaniak die voelt het, die kijkt om. En kijk eens, hier is Meuse al indrukwekkend. Hoe hij in die laatste ronde gewoon die Szczepaniak lijkt op te peuzelen. Maar dan moet hij wel recht blijven en niet doen zoals Van der Poel daar deed bij de juniores. Gaat hier nu vlot voorbij Szczepaniak. De streep die wenkt 200 meter verder. Het moet binnen zijn voor Tom Meuse. En het is ook wel binnen hoor. Want Szczepaniak heeft dan moeite met zijn eigen fiets. Tom Meuse wint ongelooflijk slot van de wedstrijd. Dit is zijn 9e overwinning van het jaar. Hij won ook al Gaveren, hij won Zogge, hij won Gieten. Wel, nu wint hij ook Diegem. Voor de volledigheid, dus tweede Szczepaniak. Derde was de Nieuwelare. Vierde Eysing, die nog Van Kompernolle zijn eigen ploegmaat klopte in de spurt voor de vierde plaats. Dan Van der Haar, Petrus, Boden, Van Empel en Gavenda. En Jim Arnouts, zegt u, wel de nummer 2 in de tussenstand, eindigde pas 14e en het is een heel slechte zaak.